Yo, ik ben Spitboy en je kijkt zoals gewoonlijk weer naar Spitboy HD. Een free-to-play shooter van deze week is Nexius, zoals je kan zien. En ik ga eventjes een server joinen. Zo. Zo, ja, die. Join. Nou, dus ja, ik heb een server gejoined in dit spel, een Team Deathmatch server, maar het is eerder 1 op 1. Want ja, er is niemand anders en deze match duurt 20 minuten. Vind ik een beetje veel, dus ik ga niet de hele match filmen. Ja, over dit spel, dit is dus een free-to-play shooter. En hij ziet er wel redelijk uit. En de muis is zoals, ja, zoals jullie wel vaker bij mij hebben gehoord, vind ik de muis ook weer in dit spel gewoon kut. Omdat de muis gewoon veel te snel is. De HUD ziet er op zich goed uit. Gewoon, je ziet je wapens kleven. Je ammo, die zie je hier in het midden naast je health. Rechtsboven. Je kaart. Nou ja, bij veel games linksboven, maar in ieder geval deze kaart draait mee. Heel veel games, ja, vorige game was dat niet zo. Dus, in ieder geval daar ben ik blij mee. Verder, die graphics zien er ja, wel goed uit. Ja, op zich, voor een gratis spel vind ik het er niet slecht uitzien. Ja, de muis is gewoon kut, maar dat ligt gewoon aan mijn eigen muis, omdat ik gewoon mijn muis gewoon anders instel dan jullie. En aangezien ik een multitouch muis heb, heb je dat nou helemaal. En ja, ik weet niet of je meer wapens in het spel hebt. Het is in ieder geval een speed power-up. Dus waarschijnlijk zullen er vast wel meer power-ups zijn. In ieder geval, dit is even serieus. Dit is mijn eerste, mijn eerste potje nadat ik dit spel gedownload had. Oh, nice! Eindelijk. Maar, en dan kan je wel nu gaan bitchen van, ja, maar dan heb ik het spel niet goed genoeg, bla bla bla. Ja, ik zou gewoon eerder mijn eerste mening gewoon over dit spel gewoon willen laten merken. Oké. Kijk hem hebben. Oeh, hij had mij. Nou, de tegenstander is iets beter. Waarschijnlijk speelt hij het al iets langer dan mij. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Dus, verder. Dit ziet er een beetje als, de map ziet eruit als Unreal Tournament. Het wapen lijkt op geen enkel spel, niet op Quake, niet op Unreal, noem nog een paar van die, van dat soort games, weet je. Daar lijkt het allemaal gewoon niet op qua wapens. Heel misschien op Quake, maar... het heeft meer iets weg van Unreal Tournament, vind ik. En dan echt gewoon de hele oude versie, gewoon... niet de 2004 versie, maar die daarvoor, dus 2001. En verder, ja, dit spel speelt wel lekker. Ik weet niet wat voor modes je nog meer in dit spel hebt. Dat zullen wel gewoon de modes zijn. Free for all, capture the flag, deathmatch. Dat soort modes. Misschien heb je ook nog wel andere modes. Ik weet het niet. Dit is mijn eerste potje. En ik vind het spel wel redelijk. Het is wel moeilijk en het eend wel kut, omdat je hebt maar een hele kleine aim. Ja, ik heb wel kleinere aims gezien, maar ja, dit is gewoon, ja, het speelt gewoon, die aim speelt gewoon niet lekker. Verder, het loopt allemaal lekker. Het ziet er verder wel goed uit. Het klinkt verder ook wel goed. Lekker muziekje op de achtergrond. Dat vind ik ook wel grappig op zich. Aangezien er niet veel games meer gemaakt worden, waarbij je tijdens dat je in de actie zit, nog een liedje, ja, gewoon een muziekje hebt. Ja, waarschijnlijk heb je dat wel. Maar ik kom ze niet tegen. Dus ga me nou niet. Fuck! Die teleports zijn volgens mij zwaar nageaapt van Unreal. Alleen die zien er in Unreal gewoon anders uit. En oh shit, ik heb de speed power.
En ja, dit speelt gewoon op zich wel grappig. Het is leuk om even te spelen, om te downloaden als je gewoon verveelt. Kut. Ik ga altijd hier dood. Ja, het speelt gewoon anders. En het is gewoon niet hetzelfde als de meeste shooters. En dat is eigenlijk best wel nice. Het ziet er dus verder gewoon goed uit. Het speelt op zich wel lekker. Waarschijnlijk speelt het bij jullie beter omdat jullie een andere muis hebben. Ik heb ook nog eens een keer een draadloze muis en multi-touch. Is best kut, maar ja, ik kan er best mee overweg. Het spel loopt vlekkeloos. Ik heb geen last van lags gehad. De servers, ja. Ik heb net nog door de servers heen gescrolld. Op zich wordt dit spel best goed gespeeld. En er best wel redelijk wat mensen. Ik weet niet exact hoeveel, maar ik zag wel dat er gewoon wel een paar lobby's waren die wel redelijk vol zaten en zo. Dus daar in ieder geval geen zorgen over. En het speelt verder wel gewoon grappig. En als je echt verveelt, is dit echt gewoon een leuk spel. Ik raad het daarom ook echt aan mensen die zich vervelen. Nadelen aan het spel. Je moet het denk ik wel een tijdje spelen eer dat je hier echt goed in wordt. Dat was bij Unreal Tournament en zo, en bij Quake ook natuurlijk zo. Op den duur, hoe vaker je het speelt, hoe beter je erin wordt. Op zich, ik heb verder niet echt iets aan te merken. Ja, de characters hadden misschien iets mooier gekund. De maps zien er wel redelijk goed uit. De wapens hadden misschien net iets mooier gekund. Dat is het denk ik wel zo'n beetje, denk ik. Ik weet verder niet hoe het met de service, of die echt veel... bitch. Of die echt veel bewaakt worden en zo. Dat zal wel. En in ieder geval, ik weet ook niet of er in dit spel gecheat wordt. Aangezien dit een van mijn eerste keren is dat ik deze game speel. Ik was hem tegengekomen op internet in een 50 gratis game list. En in ieder geval, daar gaan nog veel games uit volgen. Verder heb ik deze week Minecraft als serie en heb ik als review Half-Life 2. Deze video is bijna klaar, dus ik ga deze video zo meteen afsluiten. Abonneer op mij, doe een groen duimpje omhoog. Laat een comment hieronder achter. Vraag gewoon als je een spel hebt, vraag het me. En ik wil het wel spelen voor je. Dan krijg je gewoon een link terug. Weer samen met me werken, vraag het maar. Laat een comment achter, doe een groen duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer.